Dit is de 2017 editie van Ruudje Klot Hits the Jackpot. Nou, we letten op een groot aantal dingen. Hè. Het gaat namelijk om de originaliteit van de mensen, de creativiteit die ze erin brengen, de uniformiteit, het totaalplaatje en de klotwaardigheid. En natuurlijk, als ze nog een extra toe te voegen hebben, dan zijn extra punten. Kijk eens aan. En Pieter, waar let jij zelf extra op? Op de humor. En het plezier wat ze hebben. Ook het feit dat ze heel veel zelfstandig gedaan hebben, zelf gemaakt hebben. Creativiteit, maar ook... er zijn gewoon eigenlijk alles voor een beetje zo. Het raakt, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het 's maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist dan ze gaan voor de facelift. Niveau ligt heel erg hoog dit jaar. We hebben daar een hele zware kluif om de winnaar te bepalen. Maar... ik denk wel dat we eraan uitkomen. Er zijn ook groepen die ons omproberen te kopen, maar daar zijn wij niet gevoelig voor. Het wordt heel moeilijk. Ik vind het echt geweldig wat mensen er voor moeite voor gedaan hebben om gewoon hier aan mee te doen. Het is echt zo origineel. Ik denk, hit de jackpot, ja, wat kunnen we daarmee doen? Ik sta echt verbaasd over de creativiteit. Geweldig. We hebben zomaar 11 prijzen. 11 prijzen. Er kan er maar 1 de beste zijn. En dan komt de prijs. Hey! En dat is de familie Swinkels! Familie Swinkels! Dames en heren, daar staan ze dan. De prijswinnaars van het Ruudje Klot 2017 Hits de Jackpot. Royal Flush! Daar komt onze prins te verre. En we hebben hier inderdaad de eerste prijs van het Ruudje Klot 2017. En de grote wisselbeker ver. Geef hem maar voor Royal Flush!